gaan werken aan het volgende lijstje. Dat is goede voornemens, alles op orde krijgen. Iets terug doen voor anderen, iets nieuws leren, ontstressen. Laat ik ze maar niet allemaal doen, want dan raak je helemaal van slag. Dit zijn de goede voornemens, ja, top 10 onder andere. Hè? Onder andere uit de top 10 van dit jaar. En weet je, dat is eigenlijk best wel makkelijk om dat voor elkaar te krijgen. Hoe dan? Nou, citrus. Gewoon, citrusfamilie. Dat is het enige? Dat is het enige. Dat is het enige wat we nodig hebben? Ja, dat is het enige wat we nodig hebben. En dan gaat het helemaal voor elkaar komen. En dat is dus onder andere citroen. Citroen. Sinaasappel. Sinaasappel. En wat je nog kan meer? Ja, nou ja, dat zijn de bekendste citrussen. Dat zijn de bekendste. En die gaan we gewoon vandaag eventjes... ga ik je even laten zien hoe dat werkt. Vertel. Nou, oké. Okay. Goed. Wat hadden we... Ja, alles op orde krijgen. Dat is natuurlijk een beetje een probleempje. Daar pakken we gewoon heel simpel de citroen voor. Want citroen is eigenlijk een... Het bekende component uit de schoonmaakmiddelen. Nou is dit natuurlijk even een olietje. Ja. Maar je kan er ook je kan ook gewoon een halve citroen uitsnijden? Of, weet je, kijk, oorspronkelijk is natuurlijk de citroen werd gebruikt. Ja, die kennen we allemaal als ontvetter, hè? En dus hebben we onze associatie met schoonmaakmiddelen. En omdat wij dat als schoon en fris ervaren, kunnen we de boel opruimen. En op het moment dat de boel opgeruimd is, krijgen we ook een beetje helderheid in het hoofd. En dat is natuurlijk wel een van de dingen die erbij horen als we het hebben over op orde krijgen. En weet je wat nou zo grappig is? Op het moment dat we de boel op orde hebben, dan gaan we ons ook veel vrijgeviger opstellen. En kunnen we ook eigenlijk die donatie doen die we altijd al hadden willen doen. Ja, natuurlijk. Ja, dus bijvoorbeeld dan neem je... Ja, wil je dat is de vraag natuurlijk. Ja, Nee, want dat was je goede voornemen. Ja, oh ja, dat is waar. Dat was jouw goede waar. Voornemen. Je wilde die donatie doen, dus dan pak je de citroen. Nou, en dan daar gaan we niet gestrest van raken. Dit jaar blijven we hartstikke ontspannen. Hè, bijvoorbeeld, je gaat naar de yogales. Dan neem je gewoon lekker een druppeltje van de zoete sinaasappel. Of ja, neroli, dat is oranje bloesem. Dat is ook van de sinaasappel, ook weer uit die citrusfamilie. En je gaat hartstikke ontspannen, want het werkt spierontspannend, werkt geestontspannend. En dus kan jij ontstrest het jaar gaan beginnen. Kortom, heel veel goede voornemens kun je volhouden dankzij citrus. Met citrus. Ja, dus dat is eigenlijk... Puur alleen de geur. Ja. En, dus, en dat verstuif je dan in je kamer? Of dat verstuif je in je kamer en je kan het inzetten voor iets nieuws leren. Hè? Jouw Japanse cursus die je gaat beginnen, weet je nog? Ja. Dus ga je gewoon een citroentje nemen. Dat werkt. Leren werkt. Ik had mijn studie 3 jaar korter kunnen laten duren door... Met citroen. Wat verdikkie. Ja. NH Radio.